Hi Waterman, leuk je kijken in de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 4. En dat is van maandag 20 januari tot en met zondag 26 januari. Dus aan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor de Waterman gaat brengen. Dan lijkt het Waterman alsof er deze week een bepaald. Je begint de week met een gevoel dat je heel erg op de juiste weg bent. En dat je er een heel fijn idee bij hebt. En eigenlijk ben je later in de week, lijkt je ineens allerlei andere plannen te hebben. Of misschien is het ook wel een heel ander projectje. Maar lijkt je ineens wat last te hebben van dat je wil gaan lekker gaan vlieren fluiten. Zonder ook ergens maar rekening mee te houden. En dat lijkt een stukje te gaan geven waardoor je over gaat nadenken of dat je wel op de juiste weg zit. En ik heb het gevoel dat het misschien een stukje verveling kan zijn. Dat het er wel een punt is dat je erover na moet gaan denken of dat het stukje is wat je wil. Of dat het misschien niet iets is waar je net de verkeerde afslag hebt genomen. En waar je misschien toch liever een andere keuze wil maken. Maar dat is natuurlijk ook altijd helemaal jezelf. Hè? Je mag doen en laten waar je je happy en gelukkig bij voelt. En ik heb zeker het idee dat er ook een stuk is waar je absoluut weet waar je heen wil. Maar dat er ook een ander stukje is waar je misschien nog over twijfelt. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.